Goedendag. Hallo. Hallo. Aangenaam. Jazeker. Dank u uh, om tot hier te komen. Zover was het niet, hè? <laughs> het, het, het viel wel mee. Ik, heb, uh, ik moet zeggen, ik ben al, al, al jaren fan, volg u. En uh, ik dacht, ik ga op goed geluk uh, Jan Jaap contacteren. En, uh, en hier zitten we, dus dank u wel daarvoor. Nou ja, uh, heel graag gedaan. Alvast. Um, zal ik. Ik, ga, ik zag dat u op de troisième show. Dus voor de mensen die. Niet weten wie Jan Jaap is. Ik ga heel kort voorlezen wat er op de beschrijving van de Aremberg Schouwburg staat over, uh, over u. Vlaanderen houdt van Jan Jaap van der Wal en dat gevoel is wederzijds. Na zijn tijdelijke verblijf als gelukszoeker, ter voorbereiding van zijn uitverkochte tournee De Nieuwe Belg, kost Jan Jaap ervoor om definitief naar Antwerpen te verhuizen. Van der Wal is een ervaren comedian die elke zaal kan omverknallen met zijn snelle, scherpe en rake moppen. Hij verdiende in Nederland al meer dan zijn strepen als Politiek satiricus en mediafiguur. En ook Vlaanderen, ja, dat, ja, dat, dat is het. Klopt dat volledig? Uh, ja, dat klopt wel. In de zin dat, dat, dat ik wel het idee heb dat Vlaanderen van me houdt en dat het wederzijds is. En voor de rest uh, is het uiteraard een verkooppraatje, maar, maar uh, het, het, het klopt wel, ja. Hmm. Die, ik ik wou eigenlijk. Ik denk dat veel mensen, inclusief ik zelf, u kennen, veel mensen in Vlaanderen dan vanaf het moment dat je in Vlaanderen bent gekomen. En dus met name de ideale wereld sinds je dat bent beginnen te presenteren. En ook de, als jurylid van de slimste mens. Maar ik wou u graag beginnen bij, uh, bij waar je bent opgegroeid en van waar je eigenlijk uh, komt. Uh, ik ben, ik ben opgegroeid in Leeuwarden. En dat is het noorden van Nederland, dus de hoofdstad van Friesland. En daar ben ik geboren en ook uh, opgegroeid tot mijn zeventiende. En uh, ook school gezeten. En, uh, en toen ben ik naar Amsterdam verhuisd op mijn zeventiende... Om, om in principe te gaan studeren. Maar dat heeft eigenlijk maar een half jaar geduurd. En ondertussen... Welke studie was dat? Ja, kunstgeschiedenis. Maar mijn interesse lag wel bij, uh, bij cabaret. Toen he, dat heette toen nog zo natuurlijk, cabaret. En dat wilde ik heel graag doen. Alleen ik wist ook wel dat ik niet naar een... Uh, school wilde. Dus ik wilde niet naar een toneelschool... of een, of een kleinkunst... Je hebt in Amsterdam de Academie, Maar dat wilde ik allemaal niet. Uh, en toen kwam ik bij, uh, bij Comedy Train terecht. En dat is een comedygezelschap in Amsterdam. Uh, en die hebben ook een eigen comedycafé... onder het Hilton in Amsterdam. En daar heb ik auditie gedaan en aangenomen. Eigenlijk twee weken nadat ik in Amsterdam... Kwam. En eigenlijk is dat het begin geweest en uh, ik, ik treed er af en toe nog steeds wel op. Mm. En Comedy Trainers, is een groep mensen uh, die eigenlijk steeds groter en groter wordt. En het is ook een groep mensen waar je eigenlijk ook niet, uh, uh, waar je niet uit kan gezet worden. Dus, dus <laughs> ik ben eigenlijk nog steeds lid daar wanneer wist je eigenlijk dat je dan was dat het eerste moment dat je op de, dat je naar de in Amsterdam naar de academie gaat als ik het goed herinner of was dat al veel vroeger uh, nee ik wilde, ik wilde op mijn ja je wilde het als kind wilde ik het wel worden ja maar, maar meer als een soort droom maar niet kijk een studierichting is gewoon puur op basis van je interesse en ook een beetje op je cijfers en dan en dan ga je een studierichting maar ja, voor cabaret geldt dat niet behalve dan dat ik wist dat ik niet ook zo school terecht wilde komen. Want dat duurt vier jaar. En uh, dat is. Dat is uh, daar moet je ook wel een bepaalde volwassenheid al voor hebben. Die ik niet had. En ik wilde. Maar ik wilde wel auditie doen. Wij kom er niet erin. Maar dat kwam meer omdat ik daar. Ik liep daar een keertje binnen tijdens mijn studentenintroductie. En dat vond ik heel erg leuk. En ik had er al wel over gehoord en zo. En toen was er een soort open avond. En dat was een. Een gongshow. En een gongshow is in principe uit Amerika. Namelijk, uh, iemand treedt op en als het publiek het niet meer leuk vindt, slaat er iemand op een gong en dan moet je weg. Uh, maar in, in mijn geval gebeurde dat niet. En dat was eigenlijk heel leuk. En, en toen was een afloop meteen iemand die zei: Nou, binnenkort zijn er audities, maar je moet zeker meedoen, want je wordt aangenomen. En toen dacht ik: Ja, maar dan vind ik het wel leuk. En toen ben ik dat gaan doen. Maar eigenlijk wist ik vanaf mijn veertiende, vijftiende wel dat ik. Dat was dat heel erg leuk leek. Ja. Ja. Hoe, hoe was dat voor uw ouders? Hadden zij verwachtingen dat je bijvoorbeeld een, een, een vierjarige studie ging doen, Hadden zij, waren zij akkoord? Of, of, ja, nou, nou ja, kijk, over? kunstgeschiedenis dat zou sowieso niet. Het uh, zou geen uh, baan als CEO van Chrysler House Koekers gaan opleveren, natuurlijk. Maar toen ik. Uh, toen ik ging zeggen dat ik ging stoppen met die studie. Ja, dat was, dat, dat, dat was ook niet heel ingewikkeld hoor. Want ik had ondertussen had ik ze ook al eens een keer meegenomen. En ze hadden mij zien optreden. En er waren allemaal mensen rondom mij die daar zeiden: Ja, maar dit is zo leuk. En hij gaat gewoon hierin mm -hmm. verder. Dus maak je geen zorgen en zo. En ik ging ook meteen bij een televisieprogramma werken. Oh, dit was het nieuws. En daar verdiende ik ook gewoon geld meteen. En ja, dus ze voelden wel: Nou ja, dit zou ook een optie mm -hmm. kunnen zijn. Herinnert u je je de allereerste keer dat je voor mensen hebt opgetreden? Of voor familie bijvoorbeeld? Nee, voor familie niet, maar ik, heb, ik deed dat ook school, ook de middelbare school. En, en uh, ik zat ook op een gymnasium. En uh, daar, daar waren af en toe van die culturele avonden, heette dat dan. En er waren eigenlijk uh, 80% speelde dan uh, klassieke muziek. Allemaal van die lieve, brave kindjes. <laughs> en ik deed dan uh, een stukje cabaret. En het was heel erg geïnspireerd op. Uh, Urbanus bijvoorbeeld... en heel erg ook Bert Visser... dat is een Nederlandse cabaretier. En die deden alle twee... Uh, vooral gek. Dus dat was met uitdossingen... en, uh, en, en jezelf verkleden... en uh, gekke hoedjes ook zetten en zo. Maar uiteindelijk... Uh, uh, evolueerde dat al vrij snel... naar toch gewoon wat ik nu ook doe... gewoon als mezelf praten. Maar dat deed ik ook de middelbare school. En toen in Amsterdam... toen ik op die gongshow stond... Toen toen had ik wel iets voorbereid, maar ook op een gegeven moment moest ik door, omdat er maar niemand op die groen hmm. sloeg. En toen ging ik echt uh, dingen vertellen die ik eerder dat jaar ook de middelbare school in mijn laatste leerjaar nog had verteld. En dat werkte ook nog. En toen dacht ik: Oh, maar dit is uh, dan, dan is het wel iets. Hmm. Die, je zegt net, uh, Urbanus en, en vissers, um, als ik het goed herinner. Had jij op dat moment bepaald die doel of mensen waar je naar keek en dacht. Uh... Als dit mijn carrière wordt, dan wil ik het zo doen. Ja, nee, iedereen. Dus alles, alles wat cabaret was, dat, dat uh, beluisterde ik of dat bekeek ik. En dat was allemaal. Kijk, nu word je ermee overschoold. Maar toen was het allemaal nog niet zo heel vaak op de televisie ook. En toen was iedere zondag. Be begin 2000. Is, is nee, dat er... nee, nee, dit was, nog, dit was uh, halverwege. Uh, ik ben in 97 begonnen, dus eind jaren ja. 90. Ja. En ook dat moment vond ik alles en iedereen die dat deed, vond ik leuk. En vond ik interessant om naar te kijken. En het, het, um, een van de vervelende dingen van dit vak, als je het zelf gaat doen... is dat je eigenlijk niet meer op een normale manier naar anderen kunt kijken... omdat je het zelf ook doet. Dus inmiddels is dat, is dat een beetje verschoven... nadat ik een aantal Amerikaanse comedians heel leuk vind. Maar in de tijd vond ik echt alles en iedereen die cabaret... vond ik interessant. Die, um, je hebt dan die eerste job... Direct, dat was na die op. Ik heb vrij snel die eerste job gevonden. om dan ook geld te verdienen met. Allee, dus dat dat plaatje klopte. voor voor u of voor uw ouders misschien. Um, zat je daar dan direct op je plaats in die eerste job? Was dat, was dat een goede in, uh, intrede ja, nou ja, het is het was een. het is een televisieprogramma waar ik inmiddels ook al 22 jaar voor werk. en uh, waar ik nu team captain van ben in Nederland, dus voor voor de schermen. Maar uiteraard was het nog heel erg wennen, alleen dat was, dat was een tijd waarin dat allemaal nog wat makkelijker was. Dus, dus er was een, gewoon een redactie en dat waren allemaal comedians en ik bepaalde gewoon, nou ja, ja, ik ga nu ook meeschrijven. En uiteraard was het nog heel erg, ik was ook blij dat er één grapje van mij ooit in de script kwam. En er kwam op een gegeven moment ook een grapje van mij, dan ook de televisie, die werd daarvoor gelezen door de presentator. Nou, dat vond ik natuurlijk een, hmm. dat was een magisch moment maar het is niet. Uiteraard moet je dan helemaal onderaan beginnen. Sowieso is dit natuurlijk gewoon een ervaringsvak. Dus, dus, dus je wordt alleen maar beter als je goed bent. Maar ik zat daar wel op mijn plek, omdat de mensen die, die, uh, die daar omheen zaten, die zie ik nog steeds. En uh, dat, dat vo vo voelde we meteen heel goed aan van elkaar. Mm. Die, je hebt zowel uw, uw televisiewerk als uw cabaretwerk Was voor u de kern van wat je doet als ik vraag van uh, was uw jobtitel bijvoorbeeld? Was voor u dan? hoe ziet je jezelf? Ja, in, een, ja, een maker. Dan, hm. dus, dus ik, ben, uh, ik ben, ik ben, al vrij snel wel ook voor televisie dingen gaan doen en ik vind dat ook nog steeds. Ik vind dat een heel interessant en magisch medium. Maar ja, de meeste voldoening haal je uiteraard wel door zelf op een podium te staan en het applaus wat je dan krijgt op een avond. Ja, dat, dat is. Hm. Dat gaat het meest in je, in je lijf zitten, zeg maar. Dus het, het, schrijven, het schrijven voor programma's. of, of als, ik, als ik het goed begrijp. het maken van een programma en ook zelf op de planken staan. is wel hetgene waar de grootste voldoening uit komt. versus het schrijven van scripts. Ja, voor... okay, als, als ik door wat voor omstandigheid dan ook. geen televisie meer kan maken. maar nog wel kan blijven optreden. dan zou ik dat liever hebben dan andersom. Hmm. Um, maar het, het optreden zelf. Uh, ja, dat heeft ook heel veel praktische bezwaren. Je krijgt dat op een gegeven moment toch. Het heeft een, een, een enorme invloed op je leven. Het heeft een enorme hap, neemt het uit je leven. En je bent iedere avond weg. En um, nou is dat met de ideale wereld eigenlijk ook wel zo, mm -hmm. zit ik nu te denken. Maar in ieder geval, dat is al, uh, televisie is dan wat meer in periodes. Dus dat is soms wat handiger. Mm -hmm. kunt, u, kunt u tijd makkelijker plannen of, of hebt minder... Is is bij televisie zo dat je weet. Nu ga ik een aantal weken of maanden maken, een seizoen en dan daarna. Ja, daarna is het hm. klaar. En, en uh, een, een show maken, daar komt heel veel denkwerk bij kijken. En dan zit je in een soort try-out fase. En dat is allemaal stress en dan is er een première. En daarna speel je zo'n programma nog een tijdje door. Maar ja, dat is wel iedere avond ben je, ben je weg. Hm. Kunt, je, kunt je wat meer vertellen over hoe zo'n show tot stand komt? Ik weet. Ik was over laatst naar een interview ik, met Kevin Hart aan het luisteren. En hij zei: Je hebt eigenlijk een jaar. waarin je gaat schrijven, denken. gaat testen. En dan een jaar, hopelijk. Alleen als je hebt twee jaar werkt. waarin je dan je show gaat spelen. Is dat ongeveer vergelijkbaar? Of nee, is voor het is het? Voor ik denk dat het voor iedereen anders is. Dus. dus um, ik ga nu uh, die show maken hier in Vlaanderen. Trois Jam. Nou, ik spreek het natuurlijk verkeerd uit. Maar in ieder geval, die show ga ik maken. En dat is in totaal, denk ik, mijn twaalfde voorstelling of zo. En voor mij, is het, voor mij is het allerbelangrijkste dat ik het idee juist heb. Dus als er een, als er een idee is van, nou, dit, dit is waar de voorstelling over gaat, of waar die naartoe gaat, of... Uh, ik heb, ik, mijn begin heb ik al klaar bijvoorbeeld. Uh, en als dat er is op een gegeven moment, dat is eigenlijk voor mij al meer dan de helft van het werk. En het schrijven en de grapjes bedenken, die, dat, dat, dat zou ik in theorie uh, in, in een maand kunnen doen. Dus daar heb ik geen jaren voor nodig. De, de eerste show is in juni dit jaar, klopt dat? In mei. Of? In mei. Ja. Dus hoe ziet dan die timing er ongeveer uit? Wanneer beslis je dan. Twas in wordt een nieuwe show. Hoe lang is dat geleden? Uh, dat is, dat is uh, drie kwart jaar geleden. of Ja. Nou. ja, ja. Uh, dus dat moet je iets eerder op voorhand bepalen. Omdat er dan theaters moeten worden gebeld en zo. Of culturele centra, heet dat hier. En, uh, maar het idee begint nu zo'n beetje te borrelen en vorm te krijgen en ik hoop over een maand of zo en dan en dan dan is, ligt dat vast en dan ga ik vanuit daar ga ik schrijven mm -hmm. hoe, hoe lang toert hij dan ik ga twee maanden toeren ja. en dat zijn iets van 40 shows en dat vind ik eigenlijk wel een prettig aantal dus ik heb ook uh, jarenlang heb ik honderd keer gespeeld per seizoen en, en daarna nog een herneming van die show maar daar werd ik op een gegeven moment wel een, een beetje moe van, omdat je dan de hele tijd hetzelfde doet. Hmm. En daar kon ik niet tegen. Ik bedoel, want nu doet je in principe veertig keer dezelfde show, maar er zit daar een limiet op. Of een, het voelt alsof er een grens zit Maar Voor mij zit er een enorme limiet op. Ja, ja, ja. en bij, bij twee maanden het kort en krachtig te, krachtiger te doen, is dat voor u... Uh, ja. Ja, dan heb, kijk, dan heb je die show. Hè. Dus, dus op het moment dat, je dan, dat het heel leuk is, of dat theater zegt, nou, ik wil graag dat die nog een keer komt... Dan kun, je dat altijd nog eens, dan kun je dat altijd nog eens doen. Maar niet nu al vastleggen. Hmm. Dus, dus ik, ben heel erg, uh, ik ben heel erg opgegroeid in de tijd dat je heel veel kon spelen. Zeker in Nederland. Ik heb echt vijf keer per week gespeeld en acht om elkaar door. En dat, is, dat levert ook enorm veel op. Ook enorm veel geld levert dat op. Maar ik merkte dat het voor je creativiteit op een gegeven moment wel echt dodelijk is. Omdat je de hele tijd hetzelfde doet. Hmm. Dus je daagt jezelf ook niet meer uit om iets nieuws te bedenken. En daarom is televisie heel leuk, omdat je daar in principe iedere dag iets nieuws moet maken. Die, nog even, dus die Troisième Show, die twee maanden slot in Vlaanderen. Of, ja, sowieso is de show alleen voor Vlaanderen. Die gaat zelfs überhaupt niet naar een heleboel nee Nee, nee, nee. nee ja. Je zit een aantal keren, je zit eigenlijk al twintig jaar uh, in dat vak, al, al, al meer dan twintig jaar. Die, die evolutie van, van vroeger, waar comedy, als je ermee begon, nog iets. Uh, je zegt hetzelfde, er was meer tijd, meer ruimte naar vandaag. Waar dat het zo Zeker in Vlaanderen Nederland ben ik er minder van bewust. Maar um, dat er zoveel comedy is en waar dat comedy ook niet louter. Uh, dus, wat ik heel leuk vind, bijvoorbeeld, als je in de slimste mens zit, dat is eigenlijk een programma, een quiz. Maar daar, de, de factor comedy en humor is daar heel belangrijk. Dus op die manier. Komt je dan met, met comedians bijvoorbeeld in, in contact. zonder dat je per se een comedy show aan het kijken bent? Dus ja. comedy is overal. En ik, ik, ja, ik, ik vraag me af hoe, hoe je denkt over die, die 20 jaar dat je in dat vak zit. en hoe dat, dat geëvolueerd is. Nou, uh, toen, toen ik begon, was, was stand-up Comedy in Nederland nog niet zo heel erg groot. En wat daar wat haar, uh, aantrekkelijk aan was, is dat het voornamelijk om de, om de inhoud ging, toch? Dus. Er waren allemaal mensen die aan comedy deden, maar die vorm was er nog eigenlijk helemaal niet. Dus ik deed dat op mijn manier en mijn collega's deden dat ook op hun manier. Alleen je wist nog niet hoe je moest staan, hoe je je microfoon moest vasthouden. Dat klinkt een beetje uh, uh, kinderachtig, maar, maar het heeft ermee te maken dat als je nu naar een comedy show gaat en je doet je oren dicht. Dan denk je toch in 80% van de gevallen, nou, dat ziet er toch behoorlijk leuk en goed uit en zo. En die, die kunnen dat wel. Dus iedereen beheerst de vorm nu heel erg goed. Terwijl comedy is, is eigenlijk een soort. is echt personality driven. En in de tijd dat ik begon, was dat, was dat hele succesding nog niet zo belangrijk. En hoe je, er, hoe je eruit ziet op het podium. En. en, en, en en zeker nu met al die Instagram-dingen en zo. Dat was toen nog allemaal niet. Waardoor je heel erg kon werken aan gewoon wie je was en uh, wat je te vertellen had. En, uh, en uh, toen ik begon, het was een soort rariteitenkabinet. Dus ik had een hazenlip en er was een jongen die was, uh, die was heel, uh, heel dik. Die had daar allemaal grap over. Er was een jongen die stotterde. En, nou, zo, zo had iedereen wel iets, maar iedereen kwam vanuit een andere richting. Het waren allemaal mensen die daarvoor gewoon jokes hadden gedaan, die gestudeerd hadden. Dus daar, daar en dat allemaal meenamen in hun, in hun materiaal. En ik ben heel blij dat ik in die tijd dat wel heb kunnen leren. ja. Want nu is het heel soms, en dat is echt, uh, er zijn echt uitzonderingen, maar ik vind wel dat het echt een heel klein beetje, het is een beetje een soort wedstrijd geworden sowieso. En iedereen vindt het dan heel cool om comedy te doen. Iedereen noemt zich ook meteen comedian en zo. Ja. Dus dat, dat is allemaal wel een beetje veranderd, ja. Ik, ik, ik wou je zeggen of vragen, het voelt alsof comedians vandaag, als ik het zo hoor, inwisselbaar is misschien wat denigrerend. Maar waar je vroeger echt je personaliteit had, dat door, als ik het zo vertel, was het je personaliteit en wie je waard en je achtergrond. Terwijl vandaag gaat het misschien meer om het scoren van een, van een one-liner of zoiets. Is, is nou, dat... Het is een, een carrière-ding. Dus je, je, mm. je kunt dan comedian uh, worden. En, en destijds was het, was het, de, was het een manier om, om, om te vertellen wat je te vertellen had. Of zo. Daar, daar, ging, daar ging het meer om, leek het. Maar ik, merk, ik ben me enorm bewust van het feit dat ik nu praat als een, als een mm. uh, soort oude rot. En dat, dat wil ik ook zeker niet zijn. Maar ik, ik weet wel dat in Nederland. Dat dat toen heel erg zo was. En dat het inmiddels. Uh, wat, wat, nu, wat nu bijvoorbeeld heel erg interessant is. en waardoor deze tijd ook leuk is. is dat er nu heel veel. dat er nu heel veel mensen met een allochtone achtergrond komen. die comedy gaan doen. Die daar een soort zelfbewustheid in krijgen. En, en dat vind ik wel weer interessant. Want dat, dat was het natuurlijk ook heel lang uh, niet. Het was een soort. Het was een soort studenticoos-achtige... Types waren het allemaal wel of zo. En nu, en nu merk je dat het door heel de samenleving... komen de mensen door die, die, die dit willen doen. Is het vandaag moeilijker om met comedy te starten... als toen jij startte? Mm, ik denk dat het... Dat het, <coughs> dat het niet moeilijker is... maar het is moeilijker om je succes te behouden... en, en trouw te blijven aan... Aan wat je wil vertellen en, uh, en aan, je in, ja, aan, je, aan, aan je inhoud. Ik denk dat dat moeilijker is nu. Omdat je weet, er staat iemand achter mij alweer te dringen en die wil ook het podium op. Dus vroeger ging je naar, als je bij ons naar Comedy Train kwam kijken, dan, 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 dan uh, maakten wij niet bekend wie er kwam optreden. Waardoor je als publiek gewoon je kwam kijken naar Comedy en wie er dan stond. Dat zag je die avond wel. En uh, dat vind ik nog steeds het, 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 uh, het leukste dus dat je als publiek verrast wordt zeg maar omdat het heel het is nu natuurlijk heel erg van je moet die een keer gezien hebben in je leven en je moet Alex echt nieuw een keer zien mm. dus, dus dat wordt allemaal uh, dat is allemaal anders geworden die, um, die, welke rol speelt dat televisiewerk voor u in uw comedy is dat je zegt net bijvoorbeeld als ik een comedy show meer dan 40 keer of 100 keer bijvoorbeeld speel dat je dan uh, dat je het op het einde wel gehad hebt, terwijl je werk voor televisie, zeker de ideale wereld, elke dag of quasi elke dag ook nieuwe dingen brengt. Daar zit dan ook wel een vorm maar dat is een heel andere manier van werken. Versterkt elkaar? Daar veranderen de parameters iedere dag, omdat er een andere gast is, er is een andere sidekick, er zijn andere onderwerpen. En uiteraard uh, uh, heeft dat ook iets repetitiefs in zich, waardoor je op een gegeven moment ook termijn. Misschien ook wel zo kunnen denken: ja, wil ik dit nog wel doen. Maar dat duurt wat langer. En dat geldt voor de slimste mensen ook. En het zijn in beide gevallen programma's waarbij ik niet heel ver van mijn uh, 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 toneelpersonage hoef. Zeg maar. Dus ik hoef niet heel raar te doen om, uh, om succes te hebben en de lach te halen. Ja. Zeg maar. Dus ik hoef niet uh, uh, gekke petjes of dingen op te doen. Of, uh, of, uh, Zoals in Wie is de Mol of zo. Dat, dat is in Nederland dan met bekende mensen. Mm. Daar ben ik al heel vaak voor gevraagd. Maar dat, vind ik, dat, dat kan ik helemaal niet kwijt wat ik kwijt wil. Mm. Dus, en bij de slimste mensen ben ik gewoon comedian eigenlijk. <coughs> en Erik Verloor is de perfecte aangever. Dus ja, dat, dat, is, dat is voor mij eigenlijk uh, heel makkelijk om te doen. En uh, heel leuk om te doen. Je lijkt mij een heel, een heel gelukkig persoon, of je lijkt mij iemand die tevreden is met, met waar dat je op dit moment mee bezig bent. En ik bedoel dat niet, ik bedoel dat als een compliment, maar ik bedoel dat niet alsof het niet zo zou moeten zijn. Maar als ik je hoor vertellen, en als ik je bezig zie, wat op je weg komt, doet jij. En, en, en het past allemaal binnen, binnen een bepaalde lijn of plaatsje. Ja, nou, de, of overschat ik u nu? Nee, nee, nee. Maar kijk, ik heb ook extreem veel uh, flaters achter mijn naam hoor. En er zijn enorm veel muren. Uh, waar ik tegen gelopen ben. die nog steeds een Jaak ja, van de wal afdruk in zich dragen. Dus in die zin uh, uh, is het ook wel eens minder geweest. Alleen wat uh, het, het pakketje, uh, laat ik het zomaar noemen. wat ik nu heb. Namelijk de slimste mens en de ideale wereld. en mijn eigen show. Dat klopt wel. En daar ben ik heel tevreden mee, ja. Maar ja, god, uh, de ideale wereld uh, heeft ook de ruimte en de kans gekregen van de VRT. Dus dat is heel prettig. Maar ja, als dat in een commerciëlere omgeving had, had, nog steeds had gezeten... waar ik, kijk, cijfers belangrijk zijn en hoe scoor je. En, uh, ja, dan had ik me misschien wel ongelukkiger gevoeld. Hmm. Die Ondertussen woont je, je ook hier in, in Antwerpen. Heeft daar. Helpt dat? Om, om, is het hier allemaal wat rustiger? Is het hier makkelijker om hier aan, die, aan de carrière te werken zoals jij dat doet? Zou het, zou het voor je minder? Stel dat je nu nog in Nederland zit, gaat dat soms door je hoofd? Nou, het, ik had wel vrij snel door als ik hier carrière wil maken of als ik hier een rol wil spelen. Dan moet ik wel onder de Vlamingen zijn. Anders heeft het niet zo heel veel zin. Dan blijf je een soort buitenstaander die, die ernaar kijkt. Zoals ik, zeker als presentator van de Ideale Wereld, moet je erin staan. Dus moet je hier ook wonen. En dat is niet 365 dagen per jaar, maar dat is wel het grootste deel van het jaar. En um, ja, dat helpt wel. Dat helpt wel. Want als je. Ik, ik ben rond de kerstperiode in Nederland geweest. En dan als je dan weer terugrijdt en dan verspringen zo die radiozenders op de grens. En denk, ik, oh ja, inderdaad, dat was gaande. En die stemmen hoor je dan weer en die namen hoor je weer voorbij komen. Maar je, bent, je kunt er ook heel snel mee uit zijn. Hmm. Die, die Wat je net zei, die, uh, dat trifecta van de slimste mens en de ideale wereld en je eigen shows. Is dat dan iets waar, wat je de komende jaren in stand wilt houden? Is dat iets waar je zegt, hierin voel ik mij prima en hoe langer dat doorgaat, hoe beter? Mm, of zijn ja, ja, in principe wel. Maar ja, kijk, ik, 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 ik loop inmiddels ook lang genoeg mee om te weten dat je in die zin nooit te lang vooruit kunt plannen. Al ik het idee heb ik dat, uh, dat, nogmaals, dat ze heel erg tevreden zijn hoor. Maar ja, er, er is nu in, er is in Vlaanderen bijvoorbeeld niet een ander televisieprogramma waarvan ik denk, nou, het is toch jammer dat ik daar niet bij zit of zo. Dus, dus, dus qua ambitie is het precies wel wat, je, wat ik zou willen, ja. En, en dat kan nog wel een tijdje doorgaan. Die, um, wat, wat je net zei met die fouten of die muren waar dat nog de Jan Jaap-afdruk in zit, um, is dat... Waar, waar ik probeer naartoe te gaan, denk ik, is, is je, zit, je je zit vandaag op, op veel plekken op het scherm aanwezig en Het lijkt alsof, alsof dat allemaal uh, vanzelf gaat, maar ik kan me voorstellen dat, dat aan de achterkant helemaal niet zo is. Of dat, Daar probeer ik... Is, nou ja, het, is hard, het, het blijft hard werken, zeg maar. En, ze en zeker in Vlaanderen werken mensen graag hard. Is me al opgevallen. En mensen waarderen dat ook. Dus nogmaals, toen ik hier kwam, dacht ik. Er zijn heel veel comedians die hier natuurlijk een keer hun show komen spelen. Maar die rijden daarna weer terug naar Nederland. En ik voelde wel aan: als het, als het echt wil lukken, moet ik hier zijn. En. en en dat, dat is natuurlijk gewoon een proces waar ik nu mee bezig ben. En dat gaat vaak goed, maar dat gaat niet altijd goed. Want ik heb ook een vrouw en een kind. En ook die moeten hier zich aankwassen, zeg maar. Mm. En uh, ja, kijk, het, het, het fijne is dat als ik bij de bakker binnenkom... dan word, het, dan word ik in, in acht van de tien gevallen herkend. En dat dan, dan maakt het allemaal wat vriendelijker en wat opener en zo. Terwijl er zijn natuurlijk ook heel veel Nederlanders die hier... Er maar moeilijk tussenkomen, komen. Omdat, omdat de Vlaamse. Uh, identiteit ook een beetje gesloten is daarin. Hmm. Die. Ik, ik had nog een vraag eigenlijk over. over uh, uw vrouw, Jullie, over Eva Duivenstein. Als ik het, als ik het juist. Ja, heb ja, 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 Ik heb het nooit uitgesproken. Ik dacht er straks. Oei, <laughs> zelfs zei ik het misschien fout. Maar zij is zelf ook actief in de showbiz. En, uh, maakt dat makkelijker voor u? Um, nou ja, zij. We, we zijn al heel lang samen en zij is actrice, dus zij heeft toneel gedaan, maar ook film en televisie. Maar het, het helpt wel dat je iemand hebt die, die snakt wat het is om première-stress te hebben, of die snakt wat het is om een creatief proces door te gaan en door te maken. En um, dat helpt wel. Dus, dus je, je ziet vaker dat mensen uit die wereld elkaar wel opzoeken en, en samen blijven. Maar het is natuurlijk ook weer niet. Uh, we zijn ook niet met wiskunde, uh, met hogere wiskunde bezig. Hè? Dus het is ook gewoon. Maar... Wat bedoelt? Nou, ja, het is ook gewoon een, een groep mensen waarmee je werkt. En uh, dat, dat kan ook een kantoor zijn waar, waar uh, dat is ook te vergelijken met een kantoorbaan, bij wijze van spreken. Maar het is, het, het is fijn dat Eva snakt wat, hoe creativiteit werkt. En dat ik er soms ook niet ben, wel fysiek, maar niet uh, mentaal en zo. En, en ja, dan zeg ik, nou, ik ben weer bezig met de show. En dan snapt ze en dan, dan geeft ze daar ruimte in en zo. Dus dat is heel prettig. Wat hebben jullie niet gemeenschappelijk? Nou, wat we niet gemeenschappelijk hebben, is dat ik denk, ik, ik denk dat ik wat, uh, wat ambitieuzer ben dan zij. En, ik, en ik, 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 heb natuurlijk, ik kan mijn eigen shows maken. Dus, dus zij is altijd afhankelijk van teksten van anderen. Van de serie waar ze voor gevraagd wordt, voor een toneelstuk. En ik kan gewoon morgen besluiten: ik ga over twee jaar een show doen. Nou, dan ga ik die schrijven. En dat is eigenlijk voor comedians altijd het grote voordeel ten opzichte van andere kunstenaars, zal ik maar even zeggen. Dat wij zelf ons materiaal kunnen maken, en dat is heel prettig. Over, over die ambitie. Wat zijn, wat zijn dan dingen waar je nu mee in je hoofd zit? Of zijn er bepaalde mijlpalen waarvan je zegt dat, zou ik nog, dat is echt iets wat ik graag wil doen? En dan denk ik bijvoorbeeld aan wat je dan typisch misschien ziet als dus ik wil een bepaalde zaal uitverkopen of een bepaald programma maken. Nou, je wil natuurlijk altijd dat de, de, de keer dat je speelt, <coughs> eerst de volgende keer dat het leuk is en dat het, en dat het misschien ook wel een beetje vol zit, alhoewel dat laatste niet eens hier een, een doel is ook zich. Maar vooral dat het, een, dat het een leuke avond is en dat je, dat je hetgene wat je bedacht hebt, dat het communiceert met het publiek. Dat ze dat snappen en leuk vinden en, uh, en begrijpen waar je naartoe wil. En hoge kan de ambitie ook niet zijn. Maar als je bijvoorbeeld vraagt: wil je in het sportplein staan? Dan is het antwoord: nee. Bijvoorbeeld, hmm. dat, dat, ik doe, da, daar, uh, daar zit hij niet voor mij. Hoe meet je dan die, die, die ambitie? Als je zegt: ik ben, ik ben bijvoorbeeld ambitieuzer. Maar... Nou ja, ambitieus in de zin dat ik het feit dat ik hier naartoe ben gekomen en zo. Hmm dat is ook maar gewoon een gedachte geweest en dat is een gedachte waar je van kan denken nou ach, laat maar zitten of uh, dat zien we wel een keer of dit ging nee ik ga dat gewoon doen en ik ben ik ben wel iemand die uh, uh, als hij een idee bedenkt en het is een beetje spannend of een beetje eng of een beetje raar dan ga ik het wel gewoon doen ja en dan zien we wel hoe ver we komen maar ik, ik heb daar wel een groot zelfvertrouwen in over een eng idee hoe valt het mee om vader te zijn nou ja, dat is iets wat, uh, wat buiten iedere realiteit staat. Mm -hmm. Enerzijds. Maar anderzijds is het ook, weer een, uh, is het ook al heel gauw de, de meest logische zaak van de wereld. Alleen dat bepaalt wel uh, alles. Dus het bepaalt je leven, je, de toekomst, uh, hoe je met je werk omgaat. Dus, dus um, aan de ene kant probeer ik gewoon mijn leven gewoon te, te blijven leiden zoals ik dat altijd heb gedaan. Met een grote vrijheid. Maar ja, daar is wel een enorme verantwoordelijkheid uh, bij gekomen. Mm. En soms. Uh, is, is, zijn, dat, zijn dat momenten van, van uh, intense liefde. die je nog nooit eerder hebt beleefd. En soms zijn het uh, problemen. die je nog nooit eerder hebt gehad. waar je opeens een oplossing voor moet gaan verzinnen. Ik moet weer oppassen. met naam dat ik nooit heb uitgesproken. maar Toven. Toven ja. toven. ja. O, ja. Hoort te zien, twee... twee jaar en acht maanden. Ja. Welke impact heeft dat op je werk? Um... Voelt je bijvoorbeeld dat je misschien net zachter wordt rond bepaalde topics, of net? net nee, dat, dat, niet, ja. dat niet. Nee, dat, 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 dat blijft wel. Het enige is dat je mijn vorige show hier ging over de vraag: gaan we hem hier opvoeden of in Nederland? Dus in die zin speelt het dan mee in mijn werk. Alleen ik, ik, ik ga niet de comedian zijn die twintig die minuten materiaal heeft over wat zijn kind allemaal voor grappig zegt. Want in principe zegt ieder kind allemaal grappige dingen. De hele dag. Dus het is niet dat ik denk, oh dan ga ik leuk, dan ga ik dat allemaal doen. Nee, hmm. dat, dat heb ik niet zo. Was voor u als, als vader belangrijk in de, in de opvoeding naar uw kind? Dat de dat dat tijd en aandacht, nou ja, dat de aandacht is eigenlijk dus tijd zou je altijd meer willen hebben, maar dat er, dat er aandacht is en dat je en dat je ziet en luistert naar wat, naar wat een kind wil en wat een kind is, en dat je het probeert niet te, te persoonlijk te nemen. Wat dat hij zegt of doet, of niet zegt of niet doet. Ja, kijk, als je een kind zegt ook stomme kwakwaar, weet je wel. Mm -hmm. mm. En de. de het klinkt heel logisch om dan te zeggen... ja, dan moet je niet persoonlijk nemen. Alleen het, het, is, het, is, het is gewoon een persoon die tegen jou zegt... je bent stom. Dat is natuurlijk altijd een beetje raar. Hm. Maar uh, nee, ik, ik, en mijn, mijn vrouw is daar ook heel goed in. Dus we proberen heel erg te volgen wat hij doet. En, en, en uiteraard bekwalen wij wel uh, de richting in hoe het gaat. Alleen ja, als hij uh, per se van een trak af wil lopen... dan gaan wij wel uh, met hem van die trak af lopen, ja. Hm. Ook al is dat in de winkel en staan er mensen te wachten. Dus dat, dat, ik ben wel blij dat we die keuze gemaakt hebben. Zodat dus we niet de ouders zijn die zeggen, nou kom ook uh, doorlopen en uh, stel je niet zo aan, doe niet zo raar. Die heb je natuurlijk ook. Maar zo'n ouder hoop ik niet te worden. Hmm. Hoe, hoe is dat gesprek tussen u en uw partner over een kind opvoeden als je zelf een bekende kop hebt? Of als alle twee in dit geval... Uh... Hmm. Ja, dat ben ik al zo lang, dus de, 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 dat, dat speelt in die zin geen rol meer eigenlijk. Kijk, ja. Uh, maar ik, ik ga niet zoals in Amerika uh, zorgen dat mijn kind op de beste school terechtkomt. omdat ik, uh, omdat ik bekend ben of zo. Mm. Nee, helemaal niet. Dus, dus uh, nee, dat speelt dat geen rol. En hij, hij, hij weet dat ik bij, voor de televisie werk, maar wat dat is, of hoe dat eruit ziet, dat is totaal abstract en dan gaat een keertje mee, denk ik binnenkort, en dan gaat hij dat zien en dat vindt hij dat heel saai, <laughs> waarschijnlijk. Hmm, hmm. Die um, pakt pakt hem dan liefst mee naar een televisiestudio of naar een naar een theater, naar een show, sorry comedy show. Nou, ik, ik, als ik het doe doe ik het om uh, als er tijd en ruimte voor is dat hij, maar hij hoeft dat allemaal nog niet te begrijpen of zo. Hmm. En ik zal ook nooit mijn kind uh, bij het eindklaus op mijn schouder nemen en. Uh, dat, dat soort dingen zul je mij niet zien doen. Mm -hmm. die, um, je, ik zei dat daarnet al, je zit al meer als twintig jaar in dat vak. Is er een, een periode waarin je het meest geleerd hebt, als je daarop terugkijkt? Een periode die voor u het belangrijkste was naar waar mm. je vandaag staat? Nou. Als ik het beoordeel in, in voorstellingen, in shows, dan is het, ja, Ik heb in 2005 een show gemaakt, die heette BSUR. -R. En dat was wel voor het eerst een voorstelling waar ik ook echt wel iets persoonlijks in kon leggen. Dus ik was, in dat jaar was ik uh, voor een goed doel, had ik een aantal reizen gemaakt over de wereld. Naar ontwikkelingslanden, naar gehandicapte kinderen in de ontwikkelingslanden. En dat, dat had natuurlijk een impact. En, uh, en daar, daar heb ik toen wel een... Daar, dat heb ik toen weten om te zetten in die voorstelling. Dus dat was wel... En dat lukte helemaal goed. En... Um, dus dat was wel heel leerzaam. Dat ik dacht, oh ja, dat, 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 dat kan gewoon. En dat moet ook gewoon. Daarvoor ben je natuurlijk toch een beetje bezig met grapjes over dingetjes. En, uh, maar dat was een comedyvoorstelling. Ja, dat TV was een, ja, een comedyvoorstelling. Ja. En... Um, ja, qua televisie en, en ook radio heb ik gemaakt, is het, leer je gewoon eigenlijk door, door het iedere keer weer meer te doen. En, en um, daar zijn niet echt defining moments geweest of zo. Dus ik denk, ah, dit is nu echt een, uh, dit is nu echt een leermoment. Hmm. Het, het is gewoon gaandeweg uh, leer je vooral relativeren. En je leert dat je. Ik, ik heb ook een periode gehad dat ik mezelf echt. Dat ik wat ik op toneel stond te doen, ja, dat was het allerbelangrijkste wat er was. En ik ging wel even de wereld veranderen. Nou ja, dat, dat leer je ook vrij snel dat dat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Dus dat soort dingen leer je en, um, en je leert dat, je, dat, je, dat, je, dat als je inderdaad lukt, zoals ik aan het begin zei, om je echt je eigen persoonlijkheid in de voorstelling te leggen en uh, gewoon te laten zien: dit ben ik, en dit is waar ik sta in mijn leven dat dat uiteindelijk de beste dingen zijn... en de leukste dingen om naar te kijken. Dus, eh, en dat geldt zowel voor uh, theater als voor televisie. Dus ook in de ideale wereld moet ik... ondanks het feit dat je gewoon een presentator bent... die de actualiteit van de dag doorneemt... moet daar wat mij betreft toch altijd... een soort persoonlijke component in zitten. Was, was voor u uw, uw sterkste punt? Als je dat, is het dan net dat je erin slaagt om... ...uw eigen persoonlijkheid... ...in al die verschillende formats... Uh, ja, dat is, dat, te dat, geven. dat is iets... ...en ik, kan, ik ben vrij goed in... Uh, ...in luisteren... ...en, en dan... Uh, de, 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 ...de comedy term is... de callback... Dus, ...dus iets terughalen wat, wat uh, bij wijze van spreken... ...een kwartier eerder is gevallen... ...of... of uh, bij, de, ...bij de slimste mensen probeer ik dat ook altijd te doen... ...dat er toch altijd wel een lijntje ontstaat... ...die ik zelf uitgooi... Uh, Doorheen de uitzending, waardoor ik weet, oké, okay, dan, dan blijft dat altijd wel terugkomen. Waardoor je soms alleen maar iets hoeft terug te halen om, om het grappig te laten zijn, zeg maar. En dat is iets wat ik al heel lang doe en, en uh, wat ik eigenlijk al in de middelbare school deed. Dus daar kon ik al aan het einde van de les één opmerking maken die sloeg op iets wat daarvoor gezegd werd of wat daarvoor gebeurd was, waardoor iedereen een soort lach kreeg. En dat systeem, dat is iets wat ik, wat ik wel vrij goed beheers, ja. Mm -hmm. Die, um, in en slim... nu ga jij natuurlijk uh, zitten wachten tot ik op het einde van deze podcast een callback maak. Uh, nee, ik was, niet, ik was er niet aan het denken. Ik was maar aan het, het zien... zit nu in je hoofd. Ja. Ik, ik, was... ik, ik, ik ben daar ook mee bezig. Zo ja. Ik ga dat zeker proberen te, te, te doen. Ik, ik was zelf ook aan het proberen te herinneren uh, of ik er concrete voorbeelden uit de slimste mens uh, mij uit kon herinneren, maar... Uh... Duurt wel langer als ik. Ja, dacht. Nee, nee dat, ma dat maakt niet ja. uit. Maar <laughs> ook de, daar ben je afhankelijk van, ja. de, van de, hoe het eruit ziet op televisie. Hè? Maar het gaat, mm. ik, ik heb het dan meer mm. over de opnames. Ja. ja. ja, ja. Die, um, de, slimste, de, de slimste mensen, is dat waar mensen. Is dat wat voor u de grootste katalysator was om bekend te worden in Vlaanderen? Of, want dat, dat ja, zeker veel mensen. Zeker. Ja, daar kijken ongelooflijk veel mensen naar. Ja. En daar, daar kijkt eh, jong en oud naar, en daar kijkt. Uh, Hoog opgeleid, laag opgeleid, alles en iedereen kijkt daarnaar. En dat is uiteindelijk als je een theatervoorstelling maakt en je moet publiek hebben en je, en je speelt in die zalen, dat is, dat is de, de reden waarom mensen komen kijken. Hmm. En uh, dus, dus ja, dat, dat, is, dat is een heel belangrijk iets. Maar goed, dat is niet de belangrijkste reden om het te doen hoor. De reden is omdat ik het leuk vind. Maar je merkt wel dat als dat op televisie is geweest. En, dat het aantal mensen wat omkijkt, als je over straat loopt, de dag daarna is wel groter. Ja. Ja, die, hoe ziet je het eigenlijk nu met die dingen, met alle dingen dat je doet? Ik ga niet vragen dat een gemiddelde werkdag eruit ziet, want dat is veel te klein. Maar bijvoorbeeld een week of zelfs een, een seizoen heb je een bepaald ritme of een bepaalde structuur daarin. Ja, nou, de ideale wereld bepaalt dat nu. Want dat is gewoon, uh, wij maken iedere dinsdag en donderdag een uitzending. En iedere maandag en woensdag bereiden we die voor. Dus dat zijn vier dagen dat je, dat je ochtends in de file staat naar veel Dat Maar zijn vier of dagen? In principe wel. Ik ben, hmm. ik, ik ben, uh, ik ben een vrije jongen. Hè. <laughs> dus uh, ik bepaal zelf al wanneer ik weer wegga. Niet wanneer ik binnenkom. Uh, want ik ben iedere, iedere ochtend om half acht. Ook de overnamendag. Heel braaf. Maar uh, ja, dus dat bepaalt het ritme. En, 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 dan, en dan heb je daarna echt weekend zo. En, 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 en dan ben ik in principe met mijn gezin. Dus het is in die zin eigenlijk heel erg overzichtelijk. Mm. En als dat straks ook houdt in april, de ideale wereld voor dit jaar... Dan, uh, dan ga ik dus die tour doen. En dan is het gewoon... Uh, dan is het gewoon iedere, iedere speeldag dat je speelt... om een uurtje of vier vertrekken en naar het theater gaan. En dan s'avonds weer thuis. En dan de, de zomervakantie, die is, dan, is die volledig vrij Ja, ijveren? dan probeer ik altijd wel helemaal vrij te houden, ja. 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 Maar goed, er zijn nu zoveel festivals en dingen waar je ook nog zou kunnen optreden. Maar dat laat ik allemaal een beetje aan me voorbij gaan. Ah ja, festivals als in professioneel, als in optreden niet. Ja, ja, ja. Je, je kunt ook. Nee, maar je kunt ook nog. Uh, je kunt ook lowland optreden. En misschien ook een en dat soort dingen. Maar dat laat ik allemaal een beetje voor wat, uh, voor wat het is. Pardon, is er een, een pensioenleeftijd voor u? Of een, uh, misschien een vervaldatum? Nee, 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 nee. Ja, nee. Voor televisie misschien wel, want mensen, mensen houden nou eenmaal van verjonging. Maar goed, ik ben 40 jaar, kom ik zeggen. Uh, maar, uh, en in theater, ja, god, ik zag toevallig vandaag ook het journaal... dat Herman van Veen uh, zijn 75 ste verjaardag dan viert met een, uh, met een liedjesprogramma... want hij nog toert hier. Dus ja, dat betekent dat ik nog 35 jaar te gaan heb. Maar ik hoop toch wel iets eerder... Uh, nou ja, trouwens, ik weet het helemaal niet. Hmm. Maar het is niet als je Herman van Veen ziet dat je denkt... oké, okay, op mijn 65e uh, doe ik dat nooit meer. Nee, het is wel... Nou, ik, ik, heb, vroeger altijd, ik heb vroeger altijd wel... Ik heb ooit een show gemaakt helemaal aan het begin van mijn carrière. Toen kwam er een collega van mij kijken, een iets oudere Cabaret en Die zei, nou, nah, dit is te gek, zei hij. En dit kan je dan zo tot je 65e doen. En toen ik, raakte ik helemaal in paniek. Toen dacht ik, ja, dat wil ik helemaal niet. En ja, god, het, het feit dat ik hier nu ben... en ik doe, uiteraard, uiteraard doe ik hier nu ook wel wat ik doe... Je wilt hier Vlaanderen. Hier Vlaanderen, ja. maar, maar het is ook wel weer een enorme stap geweest. En ik zie mezelf over vijf jaar nog wel weer eens een keer een soort stap maken dat je denkt, nou, nu, nu zou ik dit wel eens willen doen, alhoewel ik nu nog niet weet wat het is. Hmm. Maar um, ik denk wel dat je op een podium staan, dat, dat kun je doen, zolang je daar fysiek toe in staat bent, uiteraard. En dat kan dus gewoon echt tot je 75ste zijn, ja. Als je op dat moment nog relevant bent en nog iets te vertellen hebt en, uh, en ook publiek hebt, ja, dan kan dat nog uh, heel lang duren. Wanneer voelt gij voor u als, als iets zijn tijd heeft gehad, bijvoorbeeld uh, de, ja, de wereld of programma's in het verleden, waaraan, waaraan merk je van het is, um, is tijd om af te ronden? En ik kan me voorstellen dat ook ja, van dat het weet je niet. Dat, dat weet je gewoon niet. Ik, ik weet dat er vorig jaar was, er, geloof ik, rondom de slimste mensen was er een heel klein beetje moeheid, weet ik nog. En dat is allemaal heel subtiel natuurlijk, maar dat lees je dan in krantenstukjes terug. En, uh, en je hoort het ook wel intern en zo. Je bedoelt bij het publiek over het programma? Ja, ik werd publiek, maar ook wel intern bij, bij, bij de makers of bij televisiemakers en, uh, of te, te, tenminste, toen was er, een, de, er was een soort openlijke discussie over... ja, hoe lang moeten we dit nog doen? En ik weet nog heel goed dat iemand toen zei... ja, nee, beter een jaar te la lang dan een jaar te kort. En dit jaar is er een enorme is er een enorm enthousiasme rondom het programma weer. Het, enthousiaster dan dat ik heb meegemaakt al. Hmm. Dus ja, in die zin, dat, je weet dat niet. Dus je kunt, je kunt voor je gevoel denken... Nou, zoals Otto-Jan dacht, ik ben er wel klaar mee... Maar Otto Jan dacht niet, het programma is er ook, is, is er klaar mee. Dus daarom zit ik er. En, uh, en, en, en er gaat misschien ook wel een dag komen dat ik denk, ik ben er klaar mee. Maar die is nu nog lang niet in zicht. Maar wanneer voelt jij dat dan voor jezelf? en niet enkel uw, uw uh, tv-werk, maar ook bijvoorbeeld uw comedywerk? Wanneer voelt je oké, okay, nu heb ik... Een... Ja, als je jezelf gaat herhalen, denk ik, dan, uh, dan moet je je afvragen, uh, doe, doe ik dit nog wel graag? Maar ja, het is, het, het is in die zin. Uh... Ik had toevallig vanavond een discussie met mijn vrouw over onze, onze auto. We hebben een auto, die, die heb ik al tien jaar. En die heeft inmiddels 340.000 kilometer op de teller staan. En toen zei mijn vrouw, ja, maar moeten we hem dan niet helemaal oprijden? Toen zei ik, ja, maar als je hem helemaal oprijdt, dan staat hij stil. En dan heb je hier een gigantisch probleem. Maar zo is het in principe met inspiratie natuurlijk ook. Dus je kunt wel zeggen: Ja. Wanneer heb je geen inspiratie meer? Ja, dat, dat weet je pas echt tot op het moment dat je helemaal geen inspiratie meer hebt. Maar het is niet zoals kakken of zo dat je gaat zitten en dat je denkt: er komt niks meer uit. Dus je, je, je weet het helemaal niet. Alleen het, het, wat je moet hebben is een omgeving van mensen die om je heen hangen en die je ook kritiek durft te geven en als je dan ook op kunt komen dat iemand zegt nou nu ben je wel jezelf echt aan het herhalen ik denk dat het daar vandaan moet komen dat je, dat, je, dat je die omgeving moet creëren en dat die op een gegeven moment gaan aangeven van nou houden maar mee op hm. behalve uw vrouw wie, wie zijn dat voor u de mensen die wiens raad je vrienden vrienden en, en uit Nederland maar inmiddels ook wel uit Vlaanderen gewoon mensen die, waar je af en toe mee spreekt en die en die uh, proberen scherp te houden en, uh, en die hopelijk uh, gewoon eerlijk vertellen wat ze ervan vinden. Ja, maar uh, ja. Hm. Ben, ja. Ik was aan, aan het denken aan voor iemand die creatief, wat je net ook zei, van, dat je soms weet je ook helemaal niet of iets wat gemaakt of dat überhaupt goed of slecht is. En misschien zegt de ene. Het was geweldig. De andere zicht was verschrikkelijk. En dan staat je daar ook nog dat je, dat je nog niet weet hoe. Ja, of kijk, uiteraard waar. ben je zelf altijd degene die, die de eindbeslissing neemt. Maar ik heb, ik heb wel eens discussies gehad met comedians. Dan doen ze iets op het toneel. En dan zeggen ze achterna, nou, van ja, nee, het, het was ook niks. Die ging nee, dat kan niet. want je, hebt het namelijk ook gedacht. Dus je hebt het bedacht. Het is door jouw filter heen gekomen. Je vond het de moeite waard om uit te spreken op het toneel. Dat kan niet niks zijn. Het kan wel nog niet goed zijn of uh, dat het nog grappiger kan, maar zeggen ja, dit was niks, dat, 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 dat geloof ik niet. Dus en, ja, zo zie ik het in die zin ook met inspiratie een beetje voor me, ja, je, je, je blijft praten. Alleen als je op een gegeven moment gaat zeggen, ik ga een show doen en er komt niemand kijken of er komen maar twintig mensen kijken. Ja, dan weet je nou, misschien is het tijd om, uh, om af te ronden. Hm. Ah, nou ja, die tijd is nog niet gekomen. Wel onderschatten mensen aan hun werk? Oh, ik denk, de, uh, ik denk dat net als met voetbal, als het er heel makkelijk uitziet, denken mensen misschien soms ook wel dat het heel makkelijk is. Maar dat is dus juist het allermoeilijkste. Dus ik denk dat in, in het algemeen mensen van comedy heel vaak denken: Oh, maar dat kan ik ook wel. Hm. En ik ben toch ook wel grappig. Dus, dus dat is denk ik de algehele onderschatting van wat wij doen. Die gaat het dan om dat je bijvoorbeeld zeg maar tien grapjes of tien ideeën over een grap moet hebben, om er dan hopelijk één, één goed uit te halen. Of zelfs gelijk, uh, wij zien de slimste mensen als programma van een uur. Maar die opname duurt natuurlijk langer dan, dan de ja, uur dat maar je hebt. Ja, het ziet. gaat ook over timing en over, over techniek. En, en hoe gebruik je je stem en welk woord benadruk je wel, of welk woord benadruk je niet, en welke informatie geef je? Ja, dat zijn allemaal dingen die. Uh, die wel bij je bij het talent horen. Maar ja, dat, dat op het moment dat je dat uitspreekt, dan denken mensen: Nou, dat gaat makkelijk. Of dat, uh... hm. En het moet allemaal onder druk, zal ik maar zeggen. <kijkt> en dat is, dat is wel hetgene wat wij natuurlijk als comedians gewoon kunnen. En wij, en wij kunnen, als het goed is, ook aanvoelen waar je wel of niet gauw over maakt, of hoe je dat dan doet. En. Um... Dus er de, de, de gaan wel eens wat dingen fout daar, daar, ook dat gebied. Hè, dat, men, dat mensen een ongepaste opmerking maken. Of, uh, maar dat zijn in de meeste gevallen toch nooit echt uh, professionele comedians die dat doen. Zijn er zijn toch alle mensen eromheen die dat doen, die denken: ik ben ook grappig. Maar ja, dat zie je dus, dat het wel een vak is. Hmm. Die zijn er voor u thema's waar je niet over.? Uh... Waarom? In principe kun je overal een grap over maken, maar als de intentie is om er een grap over te maken, ja. als de intentie is om te shockeren, dan, dan kun je wederom overal over shockeren. maar ja, dan moet je er niet op rekenen dat er een lach op komt. Hmm. Maar het, is, het is niet zo dat er thema's zijn waarvan je zegt, daar ben ik zo beu over gepraat, daar, daar gaat het zelfs niet meer over. Nee, nee, in principe. Nee, in principe moet er een enorme vrijheid zijn en die is er ook. En er is een soort, er is een soort uh, discours gekomen van: ja, je mag niks meer zeggen en uh, iedereen is politiek incorrect. Maar dat gaat meer over de manier waarop je ermee omgaat, volgens mij. Maar in principe heb ik in die 22 jaar nog nooit meegemaakt dat ik ergens in de zaal stond, dat ik iets zei en dat iemand zei: dat mag je niet zeggen. Hm. Nee, nog nooit. Maar ik heb ook nog nooit op toneel gezegd uh, dat, dat de profeet uh, achterlijk is. <laughs> Weet je, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar dat is ook omdat ik niet de behoefte heb om uh, gokken te maken of uh, om een programma te maken over de profeet uh, Mohammed. Die um, de, de formats waar je, waar je vandaag in werkt, uh, zeker televisie, heb je. Zelfs bij de ideale wereld heb je daar alle vrijheid die je, die je ja. zou wensen dat je hebt? Ja. Dus ja, het is dus niet bij de ideale wereld dat je zegt: ja, we, zullen, we willen soms, of ik zou soms nog verder willen gaan, of bepaalde ideeën die daar niet mogen. Nee, helemaal niet. Sterker nog te zijn. Uh, dat is wel aardig aan. Of aardig, maar dus, 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 ik, <coughs> ik, ik, ik ben zowel Nederlander als, als Vlaming, vind ik. Maak bijvoorbeeld dingen over Joden of zo. Of over de Tweede Wereldoorlog. Dat gaat hier allemaal wat makkelijker dan in Nederland. Omdat wij daar een iets grotere geschiedenis mee hebben. Dus af en toe komen er dingen langs in de ideale wereld. Dat ik zelfs denk. Oeh. Mm -hmm. maar, dat is, maar dat is in de context hier. Is dat dan alsnog wel uh, heftig. Maar niet de rover of zo. En andersom. Uh, um, ja, ik vind, ik vind dat, wij, dat je altijd wel terechte randjes moet ook zoeken. Alleen ja, kijk, er zijn natuurlijk. Kijk, in de ideale wereld kan sociaal incapabele Michiel kan zich meer veroorloven dan ik, omdat dat een strikfiguurtje is. Uh, dus als ik zou zeggen wat hij zegt, ja, dat zou, dat zou wat raarder overkomen. Ja. Hm. En daar zijn we ons wel van bewust. Alleen wij maken in principe een grappig programma. Dus de intentie moet er altijd wel zijn om uh, het publiek te laten lachen. Is het? Moeilijker in Vlaanderen? Is er, is er iets wat u verrast heeft met naar Vlaanderen te komen, waarvan je dacht, ik denk dat dat zo dus of zo gaat zijn, wat dan achteraf heel anders bleek? Nee, het is, qua humor is het zo dat er in Vlaanderen dat ze, dat ze niet zo gesteld zijn op echt sarcasme. En ik heb in de ideale wereld niet vaak, maar ik heb heel soms wel dat ik, dat ik er net iets te hard in ga bij een gast of zo. En dat je dan achteraf gewoon voelt, ja, dat zijn, ze, dat zijn jullie hier gewoon echt niet gewend. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, we, 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 Dalle, de minister van uh, Mediazaken, was de gast bij ons. En het, het was al de hele week, was er een soort ding, dat was in die tijd van de, van de cultuur, mm -hmm. en uh, van dat het allemaal Vlaamse moest en zo. Dus er was nogal een opstandige sfeer ook wel onder ons. En dat nam ik een beetje mee en toen ging ik hem een beetje confronterend uh, te lijf. Maar je voelde al meteen, ja, dit is, dit is te, te heftig, zeg maar. Maar dat je achter. In, in, want je zei daarnet specifiek sarcasme. Is, is het dan gewoon dat je het heftig op de persoon zelf hebt? Ja ja. Ja. ja, ja. En daar is in Nederland iets meer begrip of ruimte voor, bijvoorbeeld. Nou ja, dat is in Nederland wat meer gemeengoed. Ja. Sterker nog, mijn vrouw zat die aflevering te kijken. Ze zei, nou hè, hè er, gebeurt, er gebeurt iets. <laughs> Weet je wel? Dus dat, dat is wel het verschil. Maar dat is, dat is um... alleen ik denk wel dat ik met wie ik ben, dat ik dat een heel klein beetje heb kunnen opbreken al. Alleen ja, daarin zijn natuurlijk, het is niet dat ik dat niet kan doen. Alleen ja, dan slaat het wel gewoon dood, ja. En dat, dat is niet de bedoeling van de ideale wereld, dat je naar iets zit te kijken wat dood slaat. Hmm. Ik, ik heb het idee, Maar verbeter mij als ik fout, dat wel een pak, dat de dus overstap van Neder als Nederlander naar Vlaanderen nog heel anders is dan van Vlaming naar Nederland. Of, of begrijp ik dat verkeerd of zie ik dat verkeerd? Het lijkt mij makkelijker om, om van Nederland in Vlaanderen een bereik of, of mensen te bereiken dan andersom. Ja, omdat je in Nederland, zeker als Vlaamse comedian, dus de, voor, de, de voorbeelden die daar zijn, zijn Urbanus, Wim Helzen en Geubels wat mij betreft. En je merkt dat, dat het succes van Urbanus en het succes van Philip Geubels is, natuurlijk toch dat ze hartstikke goed zijn, laat dat volk staan. Maar dat, dat het, het publiek het dan ook grappig vindt hoe ze praten en hoe ze zijn. Mm. En, uh, en in het geval van Wim Helzen is, is het de absurditeit die mensen aantrekkelijk vinden. Alleen je. Iemand als Alex bijvoorbeeld, die ik ook goed vind, maar die wel echt iets te vertellen heeft. En die een mening heeft, en die wat grover is en wat harder is. Ja, dat heeft in Nederland nooit echt aangeslagen, omdat in Nederland iedereen dacht: ja, maar dat, dat hebben wij wel of zo. Hmm. En, en terwijl hij geen, uh, hij is gewoon een goede comedian. Dus dat, 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 dat is wel interessant. En andersom. Is het, is het inderdaad makkelijker omdat, omdat iedereen hier uh, over Nederlands communie zegt... ah, wat een verademing. En eindelijk is er iemand die uh, zich uitspreekt. En dat is natuurlijk wat ik ook wel vaak terughoor. Uh, nou, je, je hebt een mening en dat is heel prettig. En, uh, terwijl Vlamingen hebben ook een mening. Alleen die zijn niet gewend om dat de hele tijd maar te uiten. Alleen inmiddels, als ze te gast zijn in de ideale wereld... weten ze wel dat, dat ze wel iets meer van zichzelf daarin moeten laten zien, ja. Hm. Heb je uh, ooit spijt gehad van bijvoorbeeld gasten uit te waar je achteraf denkt: oei, daar heb ik uh, nee. mensen te hard uh, in een hoek geduwd of zoiets? Of zelfs een Nee, comment, helemaal uh, niet. Leiden, het was uh, aan het begin wel geinig to, toen ik dat net deed, dat ik toch iedere keer wel vroeg: ja, wat vind je daarvan? En Blijkbaar gl was dat in sommige gevallen een vraag die nog nooit aan, aan mensen was gesteld. Ja. Dus, en. en met name mensen van de VRT die journalist zijn, die mogen gewoon, dus in Nederland ook, die mogen gewoon niet zo heel veel zeggen. Omdat ze onafhankelijk moeten blijven. Ja, en dat leverde soms wel eens uh, rare afleveringen ook. Alleen dan werd dat uiteindelijk de humor, dus dan werd het toch weer leuk. Mm -hmm. Als je dan vraagt wat vind je? En uh, dan, dan merk je niet meer kan uh, dat er een, 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 een terughouding is om de antwoord ja. te geven. En dan zit je daar natuurlijk wel in de studio. Ja, maar ik, ik, ik beuk daar in die, soms wel doorheen. Alleen het is ook maar net wie je, wie, je, wie je naast je hebt natuurlijk. Dus ik kan me herinneren dat voor de vakantie was Tom Leenaarts de gast. En dan vraag ik hem, ja, qua schil of qua schoen over de regering. Zegt hij, ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. Dus ik kan, mm. En dan kan ik wel gewoon zeggen, ja, maar dat is echt onzin. Mm. Tuurlijk heb ik erover nagedacht. En, de, en dat... En dat doen, ja, dat is iets wat hier niet, niet uh, gangbaar is... maar wat ik wel heel leuk vind om te doen. Hmm. En, hij, en hij gaat er ook perfect in mee, uiteraard. In... Maar goed, er zijn ook wel gasten die een beetje geschrokken zijn... dat ook dat is gebeurd, Heb ja. jij een bepaald type gast... dat je het liefst langs je hebt in de ideale wereld? Of wat moet elke leuke gast hebben? Ja, het is heel simpel. Je moet... Je moet uh... Je moet toch iets vinden van wat er langskomt, van het nieuws. En het hoeft niet uh, de hele tijd te zijn, maar soms wel een beetje. En als je gewoon één of twee leuke verhalen hebt, ja, dan ben je echt een topgast al. Hmm. Alleen, het heeft er ook mee te maken hoe uh, tot vorig jaar bereiden we de gasten eigenlijk niet voor. Dus er kwamen die gasten toe om een uurtje of zes. En dan werd er gezegd, nou, dit en dit en dit zit er in het programma. En dan begon de opname. Maar nu werd, wordt, wordt iedereen al gebeld. En... Wordt gezegd, nou, we zijn hier aan, de, aan over het nadenken. Wat vind je daarvan? En dan heb je daar iets mee? En dat vind ik eigenlijk een veel prettigere manier, waardoor je als gastje ook iets meer kunt voorbereiden. Waarom is die verandering er gekomen? Nou, omdat het, omdat het toch wel net iets te vaak gebeurde dat iemand zei: Nou, daar weet ik niet, of daar ken ik niks van, of uh, daar heb ik niks mee. Ik kan me herinneren dat. Um, dat uh, we waren in Oostende met de ideale wereld, en toen kwam Fransjes langs, Leffigburen. En die is heel erg leuk. En, maar toen was de Notre-Dame uh, stond in de fik. En ik ging er gewoon vanuit, ja, die zal wel een verhaal hebben over de Notre-Dame. Hmm. Maar ja, die was daar nog nooit geweest. En, die, en die, die vond het geloof ik ook allemaal niet uh, heel erg. Ja, voor geen verhaal verzinnen of iets vertellen. Nee, en, en dan, dat is dan een beetje lullig. Dat je denkt, ja shit, hadden we dat nou maar gewoon geweten. Dan was dat de insteek geworden, zeg maar. Hmm. En ik vind het als gast, als ik ergens... Kom is het ook altijd prettig om, uh, om iets te weten, dat je toch een beetje alvast kan nadenken. Zijn er, wie wil je absoluut nog in de ideale wereld? Of is het moeilijkste om er uh, nog te krijgen? Ja, van wil ik wel. En uh, gewoon dat, dat soort politici Ving, vind ik interessant. En voor de rest ja, komt iedereen eigenlijk wel en is de pool ook weer niet zo extreem groot. Hm. Dus binnenkort komt Maarten Kool3, dat is dan een wetenschapper. Uh, maar Songwettens komt ook. En Tom Warman komt. En uh, Krostin, dat is dan weer een soort nieuw iemand. Dus op de een of andere manier is het altijd wel, lukt het altijd wel om een goede mix te vinden. Hebt jij zelf nog zenuwen voor een opname? Nee. Nee. Voor een uh, comedy show? Nee. Überhaupt niet. Er dus zijn geen situaties meer waar je in zit nou, en ja. denkt... Uh, Premières of uh, ja. ja, Maar het is niet dat je nog steeds, gelijk sommige performers, die zeggen elke keer als ik op een podium moet, uh, moet ik bij wijze van spreken overgeven voordat ik Nee, ja, dat begin. komt voor. Alle respect. Hè? Iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik heb eigenlijk vanaf... Ik, ik word zenuwachtiger als ik... Uh, bij wijze van spreken aan het begin van het seizoen de redactie moet toespreken of mm -hmm. uh, zoiets, weet je wel. Dus, dus als er een... Uh, als een camera ook staat, of er zit dus publiek in de zaal, dan ben ik meer op mijn gemak dan, uh, dan in het dagelijks leven, zeg maar. Um, ik kijk even naar de tijd. Hebben we nog tijd voor een aantal snelle vragen? Ja, zeker. Ja. Of is er nog, wacht, voor, misschien voor we daaraan beginnen, is er nog een onderwerp waar we het niet over hebben gehad, waar we het graag over hadden moeten hebben? Ja, nee, dat vind ik altijd moeilijk. Omdat het, de, de, dan was het wel langsgekomen, denk ik. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, van welke kunstvorm geniet je het meest? Uh, muziek. Nou ja, dat is wel, wel veel eigenlijk. Muziek, ja? Dat is een kunstvorm, hè. Hmm. En dan wil je weten wat voor muziek? Nee, ik, ik ben. Uh, een van mijn inspiratiebronnen is Key Jarrett. Dat is een jazzpianist. Dus ik vind jazz leuk om naar te luisteren. En dat is, dat is in die zin ook wel inspirerend, gewoon in hoe zij hun uh, muziek benaderen, dus het ligt heel dicht tegen comedy aan, gewoon ja we, we kijken wat we gaan doen, en we gaan gewoon met de ingrediënten die er zijn, gaan we iets maken. Ik geniet je daarom ook van live, ik ga je ook live jazz kijken? Daar, ja, dat heb ik wel een paar keer gedaan, ja. Daar heb je echt zo, wat zegt, zo echt dat gevoel van dat het niet gewoon is, niet een nummer. Wat je afspeelt is de interactie en zien wat er ja, gebeurt en ja, wat reageren ja. mensen op Ja, dat lijkt heel erg op wat wij wat stand-up ja. comedians doen. Niet wat cabaretiers doen, maar wel wat stand-up comedians doen. Dus dat vind ik een inspirerende kunstvorm. Kun je nog eens even het verschil duiden tussen cabaretier en stand-up comedian? Nou, een cabaretier is iemand die, uh, die zegt, ik ga... Ik ga iets lekkers voor je maken. En die gaat dan een gerecht maken wat hij heel goed kan. Hm. Uh, wat inderdaad heel erg lekker is. En een comedian die gaat gewoon koken met wat er is. En uiteraard heeft hij wel zijn, zijn trucs en, en uh, zijn, zijn, zijn combinatie. En misschien heeft hij, wel een, uh, heeft hij al wel een uitje meegenomen in zijn achterzak, zeg maar. Maar in principe is stand-up comedy is altijd in het hier en nu. Bij cabaret heb je soms, en dat heb ik zelf ook gevoeld als cabaretier... dat je soms ook toch een soort afstand creëert... en een soort, ook de automatische piloot kan gaan of zo. En dat, dat kan een comedian echt niet. En jazz is de, de, de vergelijking met de comedy waar je op het moment zelf die ja, factor hebt. Ja, ja, dus Key Jarrett, ik zag ooit een documentaire... en hij is ook klassiek pianist. En hij zei, het verschil is voor mij dat als je klassiek speelt of als je die avond een klassiek concert moet spelen... dat je de hele dag bezig bent met... nou ja, ik moet vanavond dat doen... en dan moet ik daar versnellen... en dan moet ik daar vertragen in dat stuk... en hoe sla ik dan de gladzijdes om. En... Dus je bent de hele tijd daarmee bezig... en als je jazz moet spelen die avond... hoef je alleen maar te denken overdag... ik heb zin om te spelen vanavond. En dat was zo'n eye-opener voor mij... Dat, dat, dat heeft letterlijk... mijn, mijn, mijn professionele leven veranderd. Dus als ik gewoon zin heb om te squelen die avond, om wat voor reden dan ook. Dus niet alleen omdat het moet, maar ook omdat je denkt, nou ik verheug me om. Ik heb groesting. Uh... Ja, ik heb groesting. Dan komt het eigenlijk, afklokkend, dan komt het eigenlijk altijd wel goed. Hmm. En sinds ik er zo in sta, is het allemaal een stuk relaxter. Maar wacht, ook daar heb je, een, je hebt u grappen, je hebt uw, 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 uw structuur of uw ruimte van uw show wel hoeveel zit ze daar dan nog? Nee, ook, nee, uh... nee. Maar de, 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 kijk, ik, ik, ik doe bijvoorbeeld ook wel eens ook trainers, ook bedrijven of zo. dat is allemaal dat is yeah. natuurlijk allemaal verschrikkelijk. te dus stijgen gewoon voor een overheid projector, in TL licht. Alleen zelfs als je dat op die manier benadert. Van nou ja, ik kijk gewoon wat hier uh, in zit vandaag. Ja, dan is dat eigenlijk hartstikke leuk ook. Omdat het zijn, het zijn natuurlijk ook gewoon allemaal maar mensen die een verhaal hebben. En die interessant uh, doen om niks. Of juist oninteressant doen om iets wat wel interessant is. Dus dat, daar zitten ook allemaal elementen in die je gewoon mee kunt nemen. Dus dat is dat koken ter plekke. Dat je denkt, ja, maar dit is, dit is wel gewoon interessant. Ik, 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 ik ging, moest ook treden voor een bedrijf. En die, die, uh, die begeleiden dan bedrijfsovernames. Nou, dat klinkt dan wel heel saai. Maar, maar er was iemand, die had ook bedrijf in... Uh, in nooduitgangbordjes, nou, daar denk je natuurlijk normaal gesproken niet over na. Maar er kwam iemand dus heel gepassioneerd vertellen over nooduitgangbordjes, ja, dat is natuurlijk super grappig. Hmm. En als je daarvoor open staat en je denkt, nou, ik heb wel zin om uh, zo meteen daar iets mee te doen, ja, dan wordt dat heel leuk. Maar als je denkt, oh nee, maar ik heb, uh, ik heb dat liedje en dan moet ik daarna dat stukje zeggen, maar dat heeft er niks mee te maken, ja, dan, dan uh, slaat het dood ook. Terwijl dat soort comedians kunnen, die kunnen dan te klekken denken, ah dan ga ik dat doen en dan ga ik, dan ga ik dat, dat nog even terughalen en dan, ah, dan kan ik dat misschien wel daar. Dus je, dus je bent, het is, het is veel creatiever eigenlijk. In, in, in welke mate is uh, comedy dan, dan een aangeboren talent versus gewoon oefenen, oefenen? Omdat je net die, die snelheid of die, net die intuïtie iets beter moet hebben? Ik kan me je voorstellen. Dat de, de analogie van klassieke piano en jazz. Of klassiek en jazz. Dat er bij het één e nog veel meer een soort van je hebt het of het je hebt het niet. Is, is dat zo? Of is dat, heel, of is dat echt iets zelfs comedy? Ik denk je dat, ik aan denk dat als, je, als je het heel rigoureus zou willen zeggen, waarom niet, denk ik dat een, een goede comedian kan altijd een goede cabaretier worden. Maar een goede cabaretier is niet per definitie een goede comedian. Hm. Dus Joek van het Hek of zo, of Freek de jongen hebben wij heel vaak gevraagd. Van, kom nou bij ons optreden? Lijkt het ons te gek, weet je wel. Maar die hebben toch een soort schrik om dat te doen. Terwijl ze. Ik, ja, die, dat zijn er net twee waarvan ik het wel vermoed dat ze het wel zouden kunnen. Maar de, de cabaretiers, hè, zoals. Zoals Kal van Vliet en uh, uh, noem noemen ze allemaal maar ook dat soort, Herman van Veen of zo. Ja, dat, 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 dat zijn, als je die op een comedypodium zet, dan worden ze ongelukkig. Nou, ja. Waar komt u tot rust? Uh, nou, niet, niet gewoon in, in huis. Ik, vind, ik, ik heb een huis in Nederland en eentje in Antwerpen. En mijn vrouw en ik proberen dat altijd op een zo fijn mogelijke manier in te richten. Dat vinden we ook wel belangrijk. Daar geven ook we... in de stad in Nederland? Of nee, buiten? ook in het platteland. platteland. Dus daar geven we ook veel geld aan uit om, om ons huis leuk en gezellig te maken. En daar haal ik wel heel veel rust uit. Maar te veel rust is ook niet goed voor mij. Het brein moet blijven werken. Wat betekent dat dan binnen. binnen Waarom merk ik dat ik uw huis binnenstap? Nou, het is wel opgeruimd en zo. Dus het is, niet, het is niet één grote chaos. En er is ruimte en zo. Dat vinden we allemaal wel belangrijk. En een hefkraan. Of dat, ik zag vandaag iets op uw Instagram. Staan. Ja, ja, ja. ja. Natuurlijk. Nee, een graafmachine. 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 Ja, het is een jongetje. Ja. 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 Hoe, hoe zit die verdeling van uw tijd? Is het, is het eerder 50-50 of echt hier is de basis? Nee, zolang en... de ideale wereld loopt ben ik hier. En ja. dan uh, als ik drie dagen niet hoef te spelen en... Uh, en het is mooi weer, ja, dan. dan rijd ik gewoon terug naar Nederland. En dan heb je. Dan hebben we daar een huis met een tuin en uitzicht. En in Antwerpen zitten we ook een appartement. Wat ook heel fijn is. Maar uh, uh, de, de verdeling is gewoon. Mijn werk is in Vlaanderen. Dus ja, dat. dat hmm. Dus hier zit ik. Maar in Valère werk is. niks. Pintok <coughs> voeden, maar dat is ook werk. Zegt ze altijd. Zegt zij. Ja, maar dat is ook zo. Ja. <laughs> Ja. ja, die gaat ongetwijfeld ooit wel weer dingen doen. Maar die, die vindt het nu heel belangrijk om, uh, om die kleine, goed te begeleiden daar ook in. Want het is, ja, het is, het is nogal wat ook. Dus die, die zit ook af en toe te denken. Waar zitten we nou? En, hmm. uh, dus, dus het is goed dat zij er uh, wel is. Was het voor een van jullie moeilijker om hier te aarde te horen waar ik aan moet denken. Maar uh, is, is het voor u makkelijker omdat jij hier ook u. Uw... Ja, natuurlijk, en, ik ben, ik, ben, en, en... Uh, ik ben ook BV, hè? dus dan, dan, dat, dat heeft ook toch gewoon wel zijn voordelen. Hmm. En uh, niet dat ik eerder word geholken bij de slagen, maar ik word wel uh, vriendelijk geholken bij de slagen. En dat is in het geval van Nederlanders niet altijd het geval, volgens mij. <laughs> dus de, de, en en uh, door Nederlanders vind ik Belgen ook altijd raar en gek, maar, maar ik, ik merk soms ook wel dat Vlamingen echt moeite wel met Nederlanders ook hebben. Er is een bepaald gedeelte wat Nederlanders echt niet zo trekt. Zelfs bekende Nederlanders? Nee, nee, ja. maar gewoon... Een, dus, dus mijn vrouw komt af en toe wel terug met verhalen. Dat ze, nou, ik werd zo uh, bot behandeld in de supermarkt, bij wijze van mm. spreken. Maar goed, dat overkomt mij niet, omdat, omdat mensen mij herkennen en dan denken, dan moeten we vriendelijk tegen zijn, anders maakt die gokjes over ons. Wat ook zo is. Mm -hmm. <laughs> um, met welke historische figuur zou je graag een namiddag spenderen? Ja, dat vind ik al moeilijk. Um, je moet niet antwoorden. Jawel, tuurlijk. Nou, ik uh, beeld Cosby toen hij nog niet uh, aan de vrouwen zat. Vind ik een leuke... Wacht, toen hij er nog niet aan zat of toen het nog niet bekend was? Nee, toen, toen hij er nog niet aan zat. Oké. Okay. Die tijd is het waarschijnlijk ook geweest. Alhoewel, ik het weet niet. Dat is lang geleden. is echt lang geleden. <laughs> maar ja, dan, dan wordt het vanzelf een historisch figuur maar ik vind dat uh, qua comedy is dat wel echt een grootheid, echt een grootheid. Maar ja, dat uh, kan niet meer want het is gewoon een uh, verschrikkelijke man gebleken. Van de mensen die nog leven, behalve dan Bill Cosby die periode, dat is er iemand die vandaag zich daar ze ook graag eens, uh... comedians of uh... Ma maakt niet uit. Ja, ik vind Jay Z en Beyoncé heel cool. Zou ik toch wel aan willen vragen hoe ze dat dan doen? Als koppel? voornamelijk als koppel of voornamelijk als performers? Of... Als performers, ja. Zou ik wel eens een dagje mee willen meelopen? Is er, is er überhaupt een mogelijkheid, al dan niet via, via een televisieprogramma, om. Meetlopen om... met, met Beyoncé? Bijvoorbeeld. Nou. Ik, ik ben een paar handdrukken benen wel. Maar goed. Hmm. Dat, 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 ik zou eerder fly on the wall willen zijn. dan dat je echt. Uh, dan dat je echt meeloopt. Ja. Zeg maar. Welk boek heeft de grootste impact op u gehad? Ja, het is een moeilijke vraag. Want ik, ik, het is lang geleden dat ik echt boeken heb gelezen. Um, maar ik, ik. ik heb wel. <coughs> ik heb mezelf. Een, de opdracht gegeven om uh, toen ik hier naartoe kwam om het verdriet van België te lezen. En ook echt te lezen lezen. En ik, en ik bedacht me laatst dat ik dat eigenlijk nu weer moet doen, omdat ik er nu wat langer in zit. Maar dat, dat had wel een impact. ja. Dat je denkt: oh ja, dat is wel de grote, zware deur. Die je ook doet voordat je dit land inkomt. Maar ook een mooie deur. Maar ik dacht, ja, dat, dat, dat uh, maakte wel indruk. Maar ik, ik moet het eigenlijk nu weer gaan lezen. Nu ik ook al vijf jaar door die dorpen heen rij. Op weg naar CC's mm. en zo. Wat is de mooiste plek in Vlaanderen? Hmm. Ja, dat vind ik wel moeilijk hoor. Toegankelijke plek? Nou ja, ik vind Antwerpen en Gent vind ik fijne steden. Maar ik ben ook altijd graag in. Uh, Genk met een K. Ze hebben een heel mooi theater hebben ze daar. Ver verkopen tickets voor 56 euro in de Seamind. Ja, ja, ja. ja. ja, is, ja. Nou, de Seamind is wel 56 euro waard hoor, om daar naartoe te gaan. En um, nee, voor de rest. Voor de rest um, maar ja, dat is in Nederland ook. Er zijn ook gewoon CC's die al heel lelijk zijn van zichzelf. Maar ik, vind, ik merk wel dat ze er hier in Vlaanderen toch wel echt wel wat van maken ook. Dus er wordt lekker gekookt en je wordt vriendelijk ontvangen. En uh, In Nederland is dat soms echt uh, dat je in een fabriek. Uh, dat je Om moet, op te trainen. Ja, dat je moet inklokken bij wijze van spreken. Dan, mm. moet je ook nog, dan moet je ook nog je koffie afrekenen aan het einde van de avond. Mm. Dus in die zin zijn er hier ook echt wel lelijke plekken. Maar die worden dan toch altijd wel, wel weer mooi gemaakt door de mensen die er werken. In Nederland? Waar zou iedereen in Nederland eens dus moeten zijn geweest? Uh, nou, in Leeuwarden, dat was vroeger best wel een moeilijke stad, maar dat is nu inmiddels wel een mooie stad. En, de, en ze hebben in de elf steden in Friesland, er zijn echt steden daar, die hebben stadsrechten, het zijn allemaal hele kleine plaatsjes, maar het zijn wel steden, er staan elf uh, fonteinen door kunstenaars gemaakt. En uh, dat schijnt wel heel mooi te zijn. Dus iedere stad heeft zijn eigen fontein. En daar zitten hele mooie tussen en hele weerde. Maar dat is wel de moeite van het bekijken waard. Als ik dan toch een kleine tip mag geven aan de mensen: Friesland. Zit je er zelf nog regelmatig? Tenzij dat uw huis is, dat weet ik niet. Maar, uh... nee, 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 ik ben, ik ben ja. er niet veel meer. Nee. Nee, ja. Mijn oma woonde daar nog, mijn loma, maar die is overleden. Hmm. Uh, al een paar jaar geleden. Dus, dus uh, nee, ik ben daar niet veel meer. Spreek je Fries? Nee, maar ik versta het wel. Ja. Ik moet denken aan dat liedje zo tien jaar geleden populair was. Of twintig, weet ik veel. du? Ja, zo. Ja. Dus dat begrijp jij. Ja. Ja. Dat begrijp ik, ja. En ik begrijp dat het echt een moeilijk lied is. Hmm. Ik heb nog één vraag. Ja. Nee, twee. Ik moet alleen even. Oh. Ja, doe maar. Oh nee. Ik dacht misschien. Een afspraak te hebben, maar die heb ik niet. Dus uh, ga maar door. Oké. Okay. <laughs> ik had uh, nog twee vragen. Is er een middelbare vak dat je zou verplichten? Nederlands. Ja, ik bedoel, taal is toch het allerbelangrijkste wat er is. Niet alleen in mijn vak, maar überhaupt. Taal is hetgene waarmee je je onderscheidt, waarmee je hoger opkomt. Waarmee je afstand kunt nemen van problemen, van... Ja, dus. dus, dus uh, taal leidt uiteindelijk tot vrede. Dus, dus als, je, als je het kuur over Vlaanderen en Nederland hebt. dan moet Nederlands gewoon uh, verkleerd zijn. Wat wilt je eigenlijk echt zeggen met dat taal tot vrede. of dat taal zo belangrijk is? Waar, hoe komt je daartoe? Nou. Uh, um, er was. Uh, ik moest denken aan een maand geleden. was er een soort uh, ruil in Nederland. omdat er een. Er in Den Haag heb je een soort wijk vlakbij het strand. En, de, en, en daar doen ze ieder jaar een vreugdevuur. En dat was uit de hand gelopen. En dat zijn allemaal toch een beetje marginale mensen. En er kwam een man. En dus dat werd afgeschaft dit jaar, dat vreugdevuur. En toen was er een man. En die, ja, die begon een heel ding over tradities. En zwarte piet kwam erbij. En racisten en de vluchtelingen. En op een gegeven moment zei hij: Ja, ik heb, er gewoon, ik, heb er ook, ik heb er gewoon geen woorden voor. En toen, dat, dat vond ik wel een mooie zin, omdat ik dacht: ja, maar dat is ook exact wat het probleem is. Dus, dus, dus dan ontbreekt de taal om uit te leggen wat die mensen voelen. En je hoort natuurlijk heel vaak dat de politiek niet meer weet wat de mensen hmm. vinden en voelen en weten. En dat is, het, dat is ook zo, omdat de politiek er ook ver van afstaat. Alleen het is aan de andere kant ook zo dat er een hele grote groep mensen is die letterlijk de taal niet meer heeft om om te vertellen wat ze dan bedoelen en waar ze dan bang voor zijn. En, en het dan inderdaad maar gooien op ja, de vluchtelingen en de buitenlanders... en ze kwakken onze banen af. En dat is allemaal geleende taal. Dat, dat is natuurlijk dat is taal die ze gehoord hebben ergens of zo. Dus in die zin is taal extreem belangrijk... omdat het, omdat het, omdat het helderheid schept en daardoor dus uh, problemen oplost en vrede creëert. Voila. Als je dan aan, aan, aan je soortje denkt, hoe, hoe zorg je ervoor dat zijn taal beter wordt of duidelijker of dat hij wel de juiste woorden vindt? Voorle voorlezen is heel belangrijk. Voorlezen. Uh, uh, normaal praten met je kind, dus niet uh, bloediblaadibloedibloo, maar gewoon normale zinnen zeggen. En luisteren. En, uh, ja, ik bedoel, voor een deel is het natuurlijk ook gewoon... Uh, je, je wordt geboren met een bepaalde intelligentie of niet. En als je, als je dan niet mee wordt geboren, is dat natuurlijk ook geen ramp en dat is het zeker geen waardeoordeel. Maar ik denk wel dat je, dat je het kunt stimuleren met aandacht. En, en dus inderdaad, fantasie en lezen. En, uh, dat, dat, uh, dat dat geregeld is, zeg maar. Heb je dan minder begrip van mensen die, die niet in woorden? En, en ik bedoel dat niet... Uh... Is, is, is het voor u dan moeilijk als je bijvoorbeeld. wat je net zegt dat voorbeeld? merkt van iemand die. Nee, nee, ik heb daar juist heel veel begrip voor. Dus ik heb, ik heb er ook een soort compassie mee. Alleen ik heb, ik heb geen begrip voor, um, voor luiheid. Of niet verder meer na willen denken over iets of zo. Nee. Of, of, uh, of mensen die maar onge, ongenuanceerd zijn om het ongenuanceerd zijn. En daar dan een soort trots op zijn ook. Ja, ik uh, kan ik toch gewoon zeggen. En, uh... hmm. Dus daar heb, ik, daar heb ik geen begrip voor. Alleen, ja, het succes natuurlijk van, uh, van de, de Van Langenhoven's en, en, uh, en de Van Griekens van deze wereld is natuurlijk toch omdat ze die taal wel machtig zijn. En omdat het hen lukt om, het, om iets onder woorden te brengen wat, wat dan. In, in veel gevallen volgens mij dan maar niet waar is, maar toch, wat, 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 ze kunnen het wel onder woorden brengen, waardoor heel veel mensen denken, ja inderdaad, wat hij zegt, dat. dat. Daar gaan we dan ook stemmen. Hmm. Dus het is niet alleen taal spreken, maar ook taal begrijpen. Dus als iemand iets zegt of iets uitlegt of iets nuanceert, dat je daar dus ook voor open staat. Dus de vraag was, welk middelbare schoolvak zou je verplicht willen stellen? Het antwoord is Nederlands, maar ik heb het idee dat het ook al verplicht is. <laughs> dus gymnastiek dan ook. Heb je. Nee. Welke raad zou ik 25 jaar jezelf geven? Luister niet naar mij. Dus, dus, uh, dus nee, ik, kijk, op, op mijn 25e was ik. Dat was uh, in 2004 dan. 2004, 2005. Ja, toen zat ik wel echt. Uh, toen verkocht ik. Uh, alle zalen in Nederland uit. En uh, ik speelde twee keer op een avond, vaak. Had ik een kortere show, speelde ik twee keer op een avond. Zat ik in dit was het nieuws. Ja, het ging het eigenlijk wel. best wel goed ook. Dus, dus. Uh, Qua succes kon het, kon het destijds niet beter. Alleen ja, je moet je, moet je persoonlijk leven en je toneelleven of je carrièreleven... moet je wel op een goede manier bij elkaar brengen. Dus als persoon was ik helemaal nog niet zo leuk of zo ver als dat ik nu ben. Um, je bedoelt dat het leuker was om naar u te komen kijken als bij u te zijn, bijvoorbeeld? Ja, dan om een relatie met mij te hebben ofzo. Mm. En nu is dat hopelijk... Net zo leuk. <laughs> Even leuk. Mm. Maar um... ja, ik. Ja, ik, ik was ook. Ik heb ook een hele. Ik heb echt wel een periode gehad dat ik. Um... Dat ik mezelf echt heel wat vond. En nu ben ik heel wat. Snap je? Dus dat is dan het verschil. Dus, dus mijn 25-jarige. Uh... Ja, daar had ik wel een raad aan kunnen geven, maar de kans dat hij daar echt naar geluisterd had, was, uh, was vrij klein, denk ik. Hm. Ik ga toch nog één vraag stellen? Ja, doe maar. Oké. Okay. Je hebt morgen 30 seconden voor een boodschap van algemeen net. Ik weet niet of dat in Nederland ook bestaat, wanneer hier een op één wordt altijd uitgezonden. kan wel. Eens. Wat, wat deelt je dan met de mensen die kijken? 30 seconden. Mm -hmm. Boodschap voor algemeen nut. Dat is het type vraag dat je eigenlijk op voorhand moet stellen met, aan iemand. Ja. Maak fouten, kijk om je heen, verwonder je. Uh, blijf genieten. Vind het talent in jezelf. Maak fouten, kijk om je heen, blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. En dan tellen we gezamenlijk af van 10 naar 0. <laughs> oh ja, en luister naar de podcast van Koop. <laughs> Tuurlijk. Ik uh, ben een commerciële jongen. Als ik reclame moet maken. Dan... <laughs> Jan jaap uh, dank u wel. Heel graag gedaan. Heel veel, heel veel succes uh, met de met, uh, 3e. Ja, kom een keer kijken. Ja, vanaf uh, mei. Ja, vanaf eind april beginnen de try-outs zo'n beetje. Maar in mei en juni speel ik door gans het land. En ik heb één probleem tussen aanhalingstekens. Dus er is één avond dat het de Rode Duivels ook voetballen. Maar daar ga ik een oplossing voor verzinnen. Uh, weet je dan waar je speelt? Hij is op Denkberg. Mm. Alleen ik weet nog niet hoe laat de Rode Duivels moeten voetballen. Dus als ze smiddags voetballen, is er geen enkel probleem. En anders gaan we dat eerst met z'n allen lekker kijken en dan naar de show kijken. Ja ben Even aan het denken, Genk zit er sowieso in. Hè? Ja. ja, want ik ben uh, op vijf minuten van de Seamine opgegroeid. Oei. Dus uh, wel vijf en een half. Maar uh, het zou leuk zijn om met uh, familie misschien te komen. Nou zeker. In Genk. Je bent hier weer uitgenodigd. Oké, okay, super. Um, nogmaals, dankjewel. En, Graag gedaan. Uh, fijne avond nog. <laughs>